Bedrijfsleider, leidinggevende of teamleader zijn vandaag is geen gemakkelijke opdracht meer. Enerzijds verwachten je mensen van je dat je een goede coach bent, dat je hen motiveert, hen tevreden houdt. Maar verder moeten de resultaten er ook liggen. En moet je ook transparant zijn over de verwachtingen die er naar hen toe gesteld worden. En daarnaast moet je ook zorgen dat hun work-life balance van heel de groep, dat die ook toch wel beheersbaar blijft. Heel veel verwachtingen en echt niet eenvoudig vandaag. De snelheid waarin markten tegenwoordig evolueren en ook de digitalisering zorgen ervoor dat je als leider enorm snel beslissingen moet kunnen nemen. Vandaar is het in een organisatie zeer belangrijk dat zowel leidinggevende als medewerkers zo autonoom mogelijk mogen beslissen en handelen. Hoe duidelijker dat jouw organisatiewaarden zijn en hoe meer consistent dat deze ook geïmplementeerd worden, hoe meer dat je er eigenlijk als organisatie kan vertrouwen dat jouw mensen de juiste dingen doen die in lijn zijn met de organisatiewaarden. Als leider is het dus niet meer gemakkelijk vandaag om zowel te leiden als te inspireren. Vandaar hebben wij een trainingsprogramma ontwikkeld in waardegericht leiderschap. Speciaal ontworpen voor senior managers, high potentials en bedrijfsleiders. Hierbij leren ze om te gaan met verwachtingen, weerstand en emoties van hun team in die tijden van verandering. Ze leren ook werknemers te coachen en te inspireren op basis van de waarden van het bedrijf. En ze leren waardegericht grenzen te stellen, communiceren en feedback te geven op basis van de organisatiecultuur en de organisatiewaarden. Op die manier worden leidinggevenden eigenlijk inspirerende voorbeeldfiguren voor hun team die de waarden van het bedrijf uitdragen.